Wat je vooral niet moet leren uit de coronacrisis: 10 foute lessen. Op 13 maart gingen we net 1 jaar geleden voor het eerst in lockdown. Een zware klap, ook voor onze economie. Wat kunnen we leren uit 1 jaar coronacrisis? En vooral, welke lessen moeten we zeker niet trekken? Onze overheid gaat failliet. Overheidsschuld stijgt voor het eerst boven 500 miljard. Het geld dat op was, is nog meer op. Ik citeer enkele krantenkoppen van het voorbije jaar. De afgelopen maanden kregen we al heel wat alarmberichten over onze overheidsfinanciën. Hebben ze ergens een punt? De huidige economische klap wordt vooral opgevangen door de overheid. Daardoor klom het begrotingstekort in 2020 naar 45 miljard euro. Dat leidde al tot allerlei doemverhalen over onze failliete overheden. Maar dat risico blijft beperkt, want de rente staat momenteel laag. Je kan vandaag dus erg goedkoop lenen. De Belgische overheid kan vandaag op 10 jaar lenen aan negatieve rentes. Lenen kost haar dus niets, wel in tegendeel. Dat betekent niet dat de overheden zich niets meer moeten aantrekken van hun financiën. Want in de toekomst kan de rente weer stijgen en worden die leningen terug duurder. De overheid moet dan ook inspanningen doen om het tekort terug onder controle te krijgen. Daarnaast is het cruciaal om in te zetten op groei. Want als de economie groeit, dan heeft de overheid meer inkomsten. En dat maakt het veel makkelijker om schulden af te lossen en geld vrij te maken. Want behalve corona komen ook nog uitdagingen zoals de vergrijzing en de klimaatuitdaging op ons af. En die zullen ook geld kosten. Conclusie: het wordt niet makkelijk voor onze overheden om de rekeningen terug op orde te krijgen. Jarenlange inspanningen zullen nodig zijn. Maar failliet? Nee, dat zijn ze nog lang niet.